Ja, de spanning, de adrenaline, als je aan de start staat, alle lampen die aangaan en dan is het gewoon allemaal vol focus, ben je naar de lampen aan het kijken en dan op een gegeven moment gaan ze uit en dan is het gewoon vol gas geblazen. Ik doe nu al 3 jaar. Ik riep altijd vanaf dat ik klein was dat ik wilde karten. En mijn vader zei altijd van, ja, het is een ding om een keertje op zondagmiddag te doen. En ja, je mag zelf bepalen of je dat wil, maar dan moet je het ook wel zelf betalen. Op een gegeven moment had ik het geld daarvoor. En toen zei ik, ja, ik wil karten. We zijn echt wel een familieteam. Het scheelt ook dat wij maar 1 kind hebben. Dus alle focus is op Jensen. En ja, we vinden het allebei superleuk om het ook te doen. Dus zowel ik als mijn man sleutelen. Dus uiteindelijk doen we het met z'n allen. Al vanaf de winterstop zijn we hier volop mee bezig. Ieder weekend trainen, ieder weekend sleutelen, iedere avond aan de kart werken. En ja, dat is gewoon, ben je heel veel mee bezig. Ik wil eigenlijk zoals mijn vader worden, misschien nog wel zelfs beter. De Formule 1 staat natuurlijk nu weer op stapel, dus dat is wel echt een dingetje nu aankomende week. Ja, daar blijven we voor thuis. Vooral Max Verstappen natuurlijk, ja, het is toch uit ons vaderland, dus ja, het blijft toch mooi om dat te zien racen. Vorig jaar is hij 2e in zijn eigen klasse geworden. Ja, en hij is hier al 2 keer winterkampioen geworden in deze klasse, dus hij weet echt wel wat hij moet doen op deze baan. Ik ben natuurlijk nog maar 12, dus ik heb nog veel te leren. Dus ja, dus ik krijg altijd verbeterpunten. Ik kan altijd sneller, ook al ben je de allersnelste, ik kan altijd sneller.